kansloos. Maar meneer Ros, mag ik even, volgens mij bent u een aanhanger van de stelling dat voetbal poëzie is? Nee, maar ik wil wel genieten van het spel. Maar wat is nou echt, een voetballer waar u wel van geniet? Want u heeft alleen maar voetballers die... Ik heb verschillende genoemd, daar geniet Bergkamp. Ik van. Ja, daar Bergkamp. Geniet ik van. Maar en hoe geniet u dan? Zit u dan op je stoel en dan... En zo'n viespeuk als Kluivert, daar geniet ik van. Als je hem ziet spelen, dan is het een ander mens. Ja, dus je moet nog veel laten spelen. Weinig overtredingen, het is een groot... Het is artistiek speler. Die aanvoelt wat een ander denkt, dat doet hij al. Het is een centrale middenvoor geweest. In 1990 was hij de ster van de EK. Die man is heel groot. Maar ja, dat staat tegenover dat het een vervelende man is. Dat staat in dat boek. Nou ja, dat is toch leuk. Dat boek geeft beide kanten van die man. Ja. Het is een etter van een figuur. Een etter. Hij rijdt iemand dood en 14 jaar later, een week voor het verschijnen van het boek, komt hij toevallig, het is werkelijk ongelooflijk, heeft nog nooit geïnformeerd naar die vrouw die het overleefd heeft. Dat een week voor het verschijnen van het boek, denkt hij, nee, die moet ik een sms'tje sturen. Zeg even, moet ik een sms'je sturen? En dat vertelt hij prachtig ook. Het is wel een vieskeuk, hij heeft wel gelijk. Twee kanten. Het zijn twee kanten.